Hallo allemaal, fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, de geschiedenisfreak. En vandaag gaan we het over een heel nieuw hoofdstuk hebben. Vandaag ga ik het met jullie hebben over de boekdrukkunst en het handelen van de Nederlanders tijdens de 16e eeuw. Goed, zoals ik al zei, we bevinden ons in een nieuw hoofdstuk. De tijd van de ontdekkers en hervormers. Deze tijd wordt niet voor niks zo genoemd, want in deze tijd werden er vele ontdekkingen gedaan en werden er ook vele nieuwe dingen uitgevonden. Nou, we bevinden ons zich nu rond het jaar 1500. De middeleeuwen zijn afgelopen en de wereld is toe aan een nieuw tijdperk. Het tijdperk dus van de ontdekkers en hervormers. Maar wat werd er zoal ontdekt? Nou, er werden vele belangrijke dingen ontdekt. Maar op één ding ga ik in deze video wat dieper in. De boekdrukkunst. Voordat ik ga uitleggen wat de boekdrukkunst precies is, zal ik jullie eerst vertellen over hoe boeken gemaakt werden voor de boekdrukkunst was uitgevonden. Voor de boekdrukkunst was uitgevonden, waren het de monniken die de boeken maakten. De monniken waren de enigen die konden lezen en schrijven. En hoe maakten die monniken nou eigenlijk die boeken? Nou, laten we eens even zeggen, de Bijbel. Hoe deden ze dat? Nou, dan hadden ze de Bijbel voor zich liggen, dan gingen ze naar pagina 1 en dan op een grote schaal perkament met een ganzenveer schreven ze letter voor letter het boek over. Dit moest uiteraard heel netjes zijn en vrijwel precies gelijk zijn met het boek waarvan ze het kopieerden. Je kan je natuurlijk voorstellen als je een boek van zo'n, laten we zeggen, 500 pagina's over moet schrijven en heel netjes en precies. Ja, dat duurt natuurlijk vrij lang. Dus dat duurde soms wel een jaar voordat een boek goed was overgeschreven. Hier komt trouwens ook de uitdrukking monnikenwerk vandaan, als je iets heel lang en heel precies doet. Op een gegeven moment was er een Duitser, Johannes Gutenberg. Hier zie je een foto. Die vond dat dit allemaal veel te lang duurde. Soms waren er als een boek, één jaar bezig over een boek. Dat kan niet. Het moet sneller kunnen. En toen kreeg je opeens het idee voor de boekdrukkunst. En wat was nou de boekdrukkunst? Nou, dat was niet een machine die letterlijk op boeken drukte, maar het was een machine waardoor het overschrijven op boeken veel sneller ging. Nadat de boekdrukkunst was uitgevonden, waren er ook dus meer boeken beschikbaar. En doordat er meer boeken beschikbaar waren, waren er ook meer mensen die gingen leren lezen. En doordat er meer mensen waren die konden lezen, konden ze dus ook leren schrijven, et cetera, et cetera. Dus het aantal analfabeten, zo worden de mensen dus die niet kunnen lezen en schrijven, liep ook nog eens terug. Maar hoe werkte een boekdrukkunst nou eigenlijk precies? Het werkt eigenlijk heel simpel. Je zette de letter die je nodig had, die zette je samen in een zetsel. Dus als je bijvoorbeeld het woord hallo nodig had, dan pakte je het woord. Dan pakte je de H, de A, de L, nog een keer een L uit een andere bak en een O. Die zette je samen in een zetsel. Die zetsel druk je dan op het boek. En dus toen kreeg je het woord hallo. Nou, dan ging je naar het woord ik. Nou, leg je de letter weer terug. Pak je de I, pak je de K. Druk je weer op het boek. Hallo, ik. Volgende, Ben. B, de E, de N, Ben. Ik ben, laten we zeggen Marcus. De M, A, R, C, U, S. Boom, Marcus. Zo had je zin, hallo, ik ben Marcus. Zo had je al in een, 1 minuut tijd, had je al 4 woorden. Meestal had je hier al een maand voor nodig, bij wijze van spreken dan. Dus dit ging zo veel sneller en sneller. En zo konden er dus veel sneller boeken worden gemaakt en er waren dus ook meer boeken beschikbaar. Dus op deze manier kon je dus woorden maken en zinnen en daardoor dus een heel snel boek. Zo had het dus gekund dat je eigenlijk, afhankelijk van de dikte van het boek, kon je al in één dag een boek uit hebben. Of daar in plaats van een jaar deden een week over als het een dik boek was. Dus dit was een veel snellere en slimmere manier om boeken te maken. Maar niet alleen de boekdrukkunst was na 1500 een groot succes in Nederland. Ook het handel was een heel groot succes in Nederland, want daar verdienden we heel veel geld mee. En met name in de provincies Zeeland en Holland. Holland? Bedoel je nou Zuid-Holland, Noord-Holland of allebei?
Ik bedoel eigenlijk allebei, want zowel Noord als Zuid-Holland, dat waren in die tijd was nog één provincie. Dus ja, dus je sprak dan niet over een Zuid- of Noord-Holland, je sprak gewoon over Holland. Ja, dus Zeeland en Holland, daarvan voeren dus de schepen uit om geld te verdienen. En waarom nou Zeeland en Holland? Nou, zoals je zelf al geleerd hebt bij topografie, die provincies liggen het dichtst bij zee. Dus die kunnen snel de zeven zeeën over om handel te drijven. Maar de Zeeuwen en de Hollanders voeren niet alleen uit om handel te drijven. Ze hadden ook visserschepen. En ja, nou, het woord zegt het eigenlijk al. Met deze schepen werd dus gevist. Het plaatje van een visserschip zie je nu. Maar wat voor vissen wouden de Zeeuwen eigenlijk hebben? Of althans, wouden de Nederlanders hebben? Nou, met name haring en kabeljauw was enorm populair. Dat gebruikten we, nou ja, dat hielden we zelf. Want dan had de Nederlandse bevolking ook eten. Maar het gebeurde ook dat de vissen die we vingen, dat we die verkochten aan onze buren. Dus bijvoorbeeld een kilo haringen naar Engeland, een kilo kabeljauw naar de Fransen, et cetera, et cetera. Dus dat werd het meest gevangen. Maar je had ook de handelsschepen, die gingen uithandelen en die voeren de zeven zeeën langs. De handelsschepen werden ook wel vrachtschepen genoemd, omdat er in de ruimen van de schepen ging veel vracht. Dus we brachten dus onze spullen brachten we naar het buitenland. Maar vanuit het buitenland brachten wij ook spullen weer terug naar Nederland. Dus ja, voor onze haringen die we naar Engeland verscheepten, kregen we weer, laat ik zeggen, hout terug. Dus daardoor verdien je dus heel veel geld. En een plaatje van een vrachtschip, dat zie je nu. Eén leuk feitje over de visserschepen. Ik had nou wel gezegd van ja, ze gingen wel op jacht naar kabeljauw en haring. Maar het gebeurde ook wel eens dat ze wat noordelijker gingen. Dus een beetje in de buurt van Noorwegen, Scandinavië en het tegen de Noordpool aan. Want waarom gingen ze daar nou weer heen? Ze gingen walvissen vangen. En deze walvissen waren ook wel wat waard. Kijk, het vlees van de walvis, daar was het niet om te doen, want dat smaakte gewoon niet lekker. Maar van het vet van de walvis, daar was het de Nederlanders wel om te doen. Want daarmee kon je namelijk lampenolie maken. Dus om de huizen van de Nederlanders te verlichten. Ook kon er van het spek van de walvis, kon er zeep worden gemaakt waarin we dus ons schoon hielden. Eigenlijk best knap, want ze hadden eigenlijk gewoon houten scheepjes. Deze schepen hadden geen motor, dus ze konden niet van dat als er een walvis probeerde te vluchten, konden ze even gauw de motor aanzetten om erachteraan te gaan. Nee, ze waren echt afhankelijk van de stand van de wind. En als die mee zat, dan kwam je wel vooruit. Ja, zat er tegen, ja. Dan kwam je niet vooruit. En als de wind stil was, dan helemaal niet. Nou, we hadden dus heel veel van onze spullen haalden we weer binnen. Zoals ik net al zei. Maar waar moesten we dat laten? Ja, ik kan. Dus onze spullen die we vanuit het buitenland naar Nederland brachten, die werden naar de handelsschepen gebracht. Voornamelijk Amsterdam is hier een voorbeeld van. En deze goederen werden opgeslagen in hele grote pakhuizen. En deze pakhuizen stonden altijd aan de havens, zodat het snel opgeborgen kon worden. Dus dan laten ze al de spullen, legden ze op de kade. Die werden naar de pakhuizen gebracht. En daar bewaarden ze. Of ze die later gingen gebruiken om nieuwe dingen van te bouwen. Of die ze weer gingen verkopen. Zo werkte dat. Maar we hadden dus ook heel veel hout. Hadden wij dus gehandeld met andere landen. Maar wat deden we nou eigenlijk met dit hout? Nou, dit hout was eigenlijk heel simpel. Van het hout dat wij kregen, gingen wij onze eigen schepen bouwen. En deze schepen, de beste, die hielden we zelf. Maar de wat minder goede, ja, die verkochten aan andere landen. Alle andere landen, die waren namelijk jaloers op het succes van de Nederlanden. Want de Nederlanders verdienden heel veel geld, hadden hele goede schepen. Dus die kwamen ook naar Nederland toe van, joh, hebben jullie wat schepen voor ons te koop? Tuurlijk. Dus van het hout dat we kregen, bouwden we schepen. En sommige hielden we zelf en sommige verkochten we ook weer. Dus je ziet wel, de Nederlanders waren vrij rijk toen. En hadden dus daardoor heel veel te zien. Maar we kregen dus niet alleen hout. In Nederland was ook een tekort aan graan. En van graan kon brood worden gebakken. Ja. En je moet natuurlijk wel brood hebben, want anders heeft de bevolking honger en dan komen ze in opstand. Dat wilde je ook niet.
Dus we haalden ook graan uit andere landen, daar waar we brood van maakten en aan onze bevolking gaven. Een plaatje van hoe de pakkenhuizen er in die tijd uitzagen en ja, sommige er eigenlijk nog steeds nu uitzien, dat zie je in een plaatje dat nu komt. En dat was het einde van de video weer voor vandaag, jongens. Ik hoop dat jullie genoten hebben en wat opgestoken hebben. En dan gaan we nu naar de 3 vragen die jij moet beantwoorden. Ben je er klaar voor? Dan gaan we nu naar vraag nummer 1. En onthoud, als je tijd nodig hebt, als je meer tijd nodig hebt om te beantwoorden, mag je de video gerust op pauze zetten. Goed, vraag nummer 1. Vraag nummer 1. Hoe heet de uitvinder van de boekdrukkunst? En? Beantwoord? Mooi. Dan gaan we nu naar de tweede vraag. Vraag nummer 2. Vraag nummer 2. Uit welke provincies kwamen de vissers en handelaren? En? Beantwoord? Mooi. Dan gaan we nu naar de derde en laatste vraag. Vraag nummer 3. Vraag nummer 3. Wat voor soort schepen waren er? En? Beantwoord? Mooi. Dan gaan we nu de antwoorden bekijken. Het antwoord op vraag nummer 1. Wie was de uitvinder van de boekdrukkunst? Dat was Johannes Gutenberg. Of Johannes Gutenberg, het is hoe je het uit wil spreken. Goed, het antwoord op de tweede vraag. Uit welke provincies kwamen de vissers en handelaren? Dit antwoord had moeten zijn Zeeland en Holland. En het antwoord op de derde vraag. Wat voor schepen waren er? Nou, dat antwoord had ik eigenlijk al een beetje voorgezet in de vorige vraag. Dat waren natuurlijk de handels- en vissersschepen. En dan zijn we nu aan het einde gekomen van de video. Zoals ik net al heb gezegd, ik hoop dat jullie wat opgestoken hebben. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik hoop ook dat jullie zeker deze video gelijk met vrienden, familie, klasgenoten, leraren, collega's, etcetera. Vergeet niet op het belletje te drukken. Vergeet niet op abonneren te drukken. En op het belletje, zodat je op de hoogte blijft van mijn video's. En vergeet ook zeker niet om mijn vorige video's te bekijken die ergens van mij in beeld komen. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien.